Dus die houden we vanmiddag van maken door. Dat zit er wel in, ja. Ja, hè? Heel kaveetje, of niet? Hè? Heel kaveetje, of niet? Ja. Hard werken. Ja, toch wel. Wat is het? Is dat gewoon lucht? Lucht wat er in die zak zit? Ja, blaas je er hier doorheen en dan komt er bij die andere pijp uit. Waar komen jullie vandaan? Dronten. Dronten. Deze kun je met twee handen doen en hier vasthouden. Ja. Wie zal de sterkste zijn, jongens? Ik ben de sterkste. Hier. Ik ben de sterkste. 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 En wat houdt dit in? Dit is Highland Games. In? Dit is Highland Games. Wat houdt erin? Dat is een voorloper van de atletiek. En dat is kogelstoten met een zware steenkartier. Een kogel slingeren met een gewicht van 12 kilo. Dat noemen ze 28. En hamer slingeren. Een hamer van 10 kilo ongeveer. Dus ver omhoog weg gooien. En dan een boomstam. Hadden de paal over de kap gooien. Oh, ja. Dan moet je precies recht over de andere kant uitvallen. En hoog gooien. Dat is 25 kilo gewicht. 25 kilo? Ja, met één hamer omhoog gooien. Vanmiddag zorgen voor de muzikale begeleiding van de Highland Games demonstratie, welke wij voor u hier hedenmiddag in Den Haag gaan verzorgen. In Sheffield, de Iron Man, Jamie Reeves. Sterkste man van de wereld, in 1990. Maar jongens, wat staat ernaast? Ook niet slecht, niet slecht. Hij kwart nog even, zeggen we dan in Friesland. Hij spuugt nog even. Niemand minder dan de sterkste man van Nederland in 1989-90. Vele malen sterkste man van Friesland, de reus van Achelen, Jelling van der Bos.
En hij wordt weer bekamp. Ja, hoe zal ik het zeggen deze middag? Door de sterkste man van Limburg van 1992, de Hulk van Heerlen, Gerben Erfman. En de laatste man die het opneemt in dit kwartet is de sterkste man van Jum, 1992-1996. Hij heeft net een meniscusoperatie achter de rug, maar is ongetwijfeld de meest sterke agrarisch manager die er is. De gekrutte pier van Jum, daar staat hij, Piet Hanema. Ja, die deelnemers zij, doen vaak mee aan A, sterkste manwedstrijden en B, Highland Games. Highland Games zijn traditionele volkssporten die zijn ontstaan in Schotland. En dat is al een hele tijd geleden. De swing is van deze 12,5 kilogram die zit aan een ketting bevestigd. En die wordt met een bepaalde techniek bevestigd aan een bamboestok. En dat gaat over afwetingen van 40, 50 meter zo ongeveer. Op dit ogenblik aan de lichte kant ongeveer 165 kilogram. We proberen het de vieren te delen. Dat betekent dat we aan elke arm hangen we kinderen neer en die mogen proberen op jou midden door te trekken. Technieken. Applaus voor Piet Hanema voor zijn eerste poging in ieder geval. Dit is Gerben Erfman, de hoofd van Heerlen. Ook een goede aanmeting voor Gerben en 1990. Zoals gaan kijken, we zien de bordjes niet zo goed, maar kijk op Jalling van de Bord. In ieder geval verder. Dit is Jamie Dees. Daar en kijk eens heel gemakkelijk uit de schouw. Piet Hanema met zijn tweede poging. Een goede worp weer van Gerben Erfman. Gaan kijken, maar het is niet gebruikelijk. Maar misschien heeft hij er ook wel wat onder de schilder zit. Telling van de Bos met zijn tweede poging. En een goede weer. Maar het is toch. Ik kom even aan de sterkte van de hand, dus bij mij helpt het 5 maximaal. Piet Hanema met zijn derde en laatste poging. Er komt weer iets verder, geloof ik, maar ik kan het echt niet bolwerken. Zo, eens kijken of hij Jamie Dees nog kan benaderen. Beste worp. Als er iemand in het publiek is die zich geroepen voelt, nu is gewoon ook eens even kijk eens. Applaus voor Jamie Dees, absoluut. Met dat persoonlijke kant van. Ja, nou ja, niet dan. Ja, zeker. Harry Verburg. Tot nu toe de sterkste man van Den Haag, maar of het zo blijft. Ja, ook een hele beste poging. Maar die kan straks nog. Achteruit op Piet Hanema, die beoefent het wel eens, maar niet zo vaak. Dus een ogenblikje geduld, alstublieft. Lekker dan, hoor. Hoe ver gaat hij ongeveer? En met name Jamie Dees en ook Gerben Erfman en Jalling van der Bos, die heersen dit goed. Kijk, de kunst is dat ronddraaien. Maar je krijgt natuurlijk die middel van het drie van de kracht. Na dit onderdeel krijgen we straks weer een optreden van de Ronde District, de Pai Band. Dus Jalling van der Bos, daar voel ik me wel aardig bij vertrouwd. Kijk eens, een hele verre. Applaus voor Jalling van der Bos, een hele verre. Een goeie. Gebeurt het wel eens dat hij hem te vroeg loslaat? Het gebeurt wel eens dat hij te vroeg was. Jawel. Dit denkt u niet over. Waar bent u van? Teletext. Teletext? Oh jee. Zover is Jalling van der Bos nog niet gekomen. We zullen kijken. Kijk eens, dat is power. Kijk eens, kijk eens. Applaus voor Jamie Dees. Tot dan. We sparen jullie krachten voor straks de ultieme krachtmeting voor de sterkste man van Den Haag. Oh jee. Kijk eens. Ja, dat bedoel ik. Nee. Keurige woord van Piet Hanema. Even kijken of de toestelhulpen nog een beetje scherp zijn. Of ze niet staan te slapen. Vroeger was de Hulk van Erlingen toen hij daar nog woonde. Nu sterkste man van Limburg. Ook een prima woord van Gerben. Charlie Vandenbos, zoals ze hem noemen in Engels. Gaat die tweede poot. Kijk eens, en hoe hoog weer. Enorme woord weer. Meter. Laten we daar globaal op houden. Maar gewoon iemand die heeft al moeite om 3 meter te halen. Hoor. Hele mooie worp van Piet Hanema. Daar gaat hij.
derde poging. Even kijken of je in die slag komt. Dat is de moeilijkheid. Kijk, nu neemt het gewicht neemt je mee en dan moet je automatisch erin komen. Toch een goede poging. Daar gaat hij, alles uit de kast. Hele beste poging weer van Jalling van der Bos. Jalling van der Bos, de reus van Achteren, drie keer sterkste man van Friesland geweest, één keer sterkste man van Nederland. Wat doe je? Zet van de Parra de laatste twee jaar is het weet u. Zet van de Parra, vriend van ons allemaal, die ook sterkste man van de wereld is geworden op IJsland. World Strongest Man. En jawel, Jamie Reeves van 19,35 meter. Een hele beste afstand van Jamie Reeves. Hij wint het onderdeel. De kleine ook koningin daar, of niet dan? Ja, zo snel ik, ja. Ja, ik doe nog niet lang genoeg, maar zou ik hem eens terug in daar. Ja, ja, dat is niet zo, ja. Moet ik erom. En dan kom je straks zo het publiek aan en zeggen, ik doe even met u. Dus wil je benen straks met doen, zogenaamd het publiek. Oh ja. Ja, ja. Zetten ze vast, anders zouden ze door de beeldpunt vliegende kracht zouden ze natuurlijk wegslingeren. Dat is zo ongeveer de techniek. Applaus voor Piet Hannema, redelijke poging. Voetballen of een wat voor sport ook maar. Zie je daar hele jeugdige jongens met dit soort sporten bezig. Kijk, weer even kijken of de hulpen nog scherp zijn. Jim Ries en Jalling van het Bos komen net terug uit Zuid-Afrika. Want daar verdienen ze hun brood mee. Dit is Jalling van het Bos. Kijk, gaat al heel anders. Applaus voor Jalling van der Bos, prima afstand natuurlijk. Uit zijn mond te krijgen, dat bedoel ik mee te zeggen dat hij daar niet gaat vertellen. Kijk, met één hand. Oh, Jay. Oh, Jamie. Hallo, test. Goed zo, applaus voor Jamie Reeves. In de handen, een soort hars. Piet kan de baan niet vinden, beetje te veel zeker, Piet. Snelheid maken en op het juiste moment loslaten. Gaat hij weer. Ja, applaus voor Jalling van der Bos. Prima warf weer. Ja! Goeie techniek en snelheid. Gaat hij. Wat? In één keer. Als hij in de mijnen heeft gewerkt. Maar dat nu helemaal vrij is. Kijk eens.